Ik ben gek op vis, dus... Ach ja, daar gaan we weer. Welkom bij For You Moments. Ja, stop maar. Deze durf ik wel te aaien. Welkom bij For You Moments. Vandaag zijn we in Zoopark Overloon. En op deze prachtige dag... Welkom bij For You Moments. Vandaag zijn we in Zoopark Overloon. En op deze prachtige dag nemen we u mee. Dan weet ik het weer niet. En op deze prachtige dag... Nou, doe ik het weer. En het is een prachtige dag. Dus ik zou zeggen, gaat u er lekker voor zitten en kijk graag. Wat zou ik ook alweer zeggen? Mijn camerakinderen willen naar McDonald's. Zullen we dat maar doen, hè? Moeders wil eigenlijk liever naar de Burger King, maar ja. Kijk graag met ons mee. En kijk graag met ons mee. Zeggen ze toch? Flirt met de camera. Ik word helemaal scheel van. Kijk dan, die wielen slippen hier gewoon. Goed zo. Zeg maar op dat beestje. Een groen beest, hoor. Ja, dat is weg met een rolletje, dan zit er weer een beeld, jongen. Nee, eerst een close-up. Nee. Ja, ik ben even aan de telefoon, ik kom eraan. Het zoopark is via verschillende nature trails te bewonderen. Er is ook een parkroute en er is zelfs een beeldentuin. Ga maar weg dan. Kun je het beter opnieuw doen? Tuurlijk. Nee, hier niet. Hij gaat er nog te... Nee, kijk, hier zitten geen rempels, want daar gebruik je botoxstok. Ja, en zo zit je er dan. Helemaal overladen met alle spullen die ze op mij dumpen. Wie? Bepaalde cameramannen, geluidsmannen, assistenten. Juist. Oké. Helaas is dit gebied niet rolstoel toegankelijk. Zoals u heeft kunnen zien, is dit park helemaal rolstoelvriendelijk. En daarmee sluiten we deze aflevering van For You Moments af. Ik hoop dat u heel erg van de... Ik krijg ondertussen een lekkere massage hier achter mij. Dus, ja, wat is lekker. Help! Oeh, inkijk. Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van For You Moments. Als u de afgelopen uitzendingen heeft gezien, dan heeft u kunnen kijken... Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van For You Moments. Als u de andere... Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Bij de ingang kunt u een plantenlijst van de meest in het oog springende struiken en bomen in het Japanese woord. En dames, ook voor jullie is het interessant. Bedankt voor het kijken en tot ziens.